Het nieuws in 1 minuut. De rechtbank in Almelo buigt zich vandaag voor de eerste keer over de moord op Karin Bok uit Haarsbergen. De vrouw overleed begin augustus op straat nadat ze was neergestoken door een plaatsgenoot. Aan het fatale incident was een ruzie vooraf gegaan. Horecaondernemers in het centrum van Hengelo samelen handtekeningen in om de terrassen te kunnen houden zoals ze nu zijn. De gemeente wil een nieuw terrasbeleid invoeren dat zorgt voor een ander straatbeeld dan nu. Volgens de ondernemers zijn de plannen funest voor hun zaken. Er zouden alleen al in Overijssel minstens 20 werknemers ziek thuis zitten door de beroerde werkomstandigheden bij de Aldi, zegt bedrijfsarts Edwin Seidsma. Seidsma werkte tot begin oktober als bedrijfsarts bij het distributiecentrum van Aldi in Ommen, maar werd ontslagen nadat hij klaagde over gezondheidsproblemen. Een van de drie personen die gewond raakte bij het ongeval op de N35 bij Haarlem is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 88-jarige man uit Nijverdal. De twee anderen liggen nog in het ziekenhuis.